Voedselbanken in Limburg krijgen verse producten, bijvoorbeeld van de boer, de bakker en de supermarkt. Maar wat als er geen verse producten beschikbaar zijn? Dan gebruiken de voedselbanken hun voorraad uit het magazijn om de voedselpakketten aan te vullen. Dit gaat om lang houdbare producten, zoals bijvoorbeeld rijst, koffie of pasta. We zamelen voor L1 samen voor de voedselbank in om die lang houdbare voorraad het hele jaar door op peil te houden. Tientallen acties in Limburg worden op touw gezet om zoveel mogelijk producten in te zamelen. Als jij je langhoudbare producten doneert bij een inzamelpunt, worden deze naar Rato verdeeld onder de zes Limburgse voedselbanken. Hier worden ruim 1500 Limburgse gezinnen mee geholpen. Je kunt ook een online voedselpakket doneren. Hiermee kunnen de voedselbanken zelfgericht boodschappen doen om hun voorraad aan te vullen. Kom in actie en doe mee. Alle hulp is welkom. Alvast bedankt.